participatio stande. Ik ben Richie en vandaag zitten we hier met Lisbeth van Ithaca. Dag Lisbeth. Dag Richie. Alles goed? Ja, heel goed. Oké, fantastisch. Wat is uw functie binnen deze organisatie? Ik ben coördinator in Ithaca. Ik zorg er dus voor dat het geheel goed werkt en alles een beetje afgestemd is op elkaar. Ja. Oké, en bevalt het je? Absoluut. Ik vind het elke dag een nieuwe uitdaging. Ik doe het met hart en ziel eigenlijk. Ja. Mooi gezegd. En eigenlijk, wat doen jullie juist voor mensen kansen te geven die normaal de kansen niet echt krijgen? Ja. Wij coachen eigenlijk mensen met een vermoeden van beperking. Dat kan heel ruim zijn. Mensen met verstandelijke beperking, fysieke beperking, autisme, psychische kwetsbaarheden. Wij willen hen eigenlijk coachen om deel te nemen aan de maatschappij, maar niet alleen deelnemen, ook bijdragen aan. Ik vind het heel belangrijk dat mensen in hun talent kunnen gezet worden, vanuit hun dromen, vragen, interesses iets kunnen betekenen voor de ruimere maatschappij. We doen dat zeker door de methodiek van begeleid werken, dus mensen die eigenlijk op de gewone arbeidsmarkt gaan werken. We willen dat ook op het gebied van vrije tijd doen. If you can dream it, you can do it. Een uitspraak van Walt Disney, dat we eigenlijk wel hoog in het vaandel dragen in onze werking, omdat het de dromen het vertrekpunt zijn. Soms moet je het ook gewoon doen om te ervaren en daar geloven we sterk in.